Ja, zoals je ziet gaan wij een video opnemen over de top 10 mooiste fonteinen in de wereld. Dat gaan we vandaag kijken. Nummer 10 is de Swarovski fontein in Innsbruck. Ziet er zo uit. Ziet er wel leuk uit. Is mooi. Een beetje uitleg over die fontein is. Swarovski kristal en fijn kristal zijn synoniem als je in Oostenrijk bent. Ik bezoekde dan in de kristalwetten. Kristalwereld, ja. Het is gewoon een heel mooie fontein. Die staat op nummer 10. De tweede is. De Peterhof. Simpson fonteinen in het Peterhofspaleis, Sint-Petersburg. Oké, waarom hebben ze die eigenlijk gezet? De Peterhof is een aantal paleizen en tuinen in Rusland. Oké. Dan nummer 8 is Archibald Fontein in Sydney. Ja, die vind ik wel mooi. De Sydney heeft de Archibald Fontein, die is te vinden in het Hyde Park Noord. Deze Archibald Fontein werd in 1932 gebouwd en als een geschenk aan de stad Sydney nagelaten door J.F. Archibald. Dat vind ik wel eigenlijk mooi. Dat is ook een fontein van koning Vacht. Dit is de hoogste waterfontein. Ja, die is wel hoog, hè. Met een kitje en haast. Zo echt berghoog. Oké. De Villa d'Est fontein in Italië, in Tivoli. Dat is lekker gewoon een kasteel van water. Zo moet ze ook in binnen moeten gaan. Zo. Langs waar moet je binnen? Ja, via het water. Heerlijk klim op. Dan nummer 5 is Friendship of the Peoples in Moskou. Vriendschap dus. Dan, ja, ik weet niet waarover dat die gaan, want het is wel een mooi fontein. En dan, tel ik een grote basketbalring. De Fontein of Willy Singapore. Het komt daar niet eens water uit. Verzeker dat er plots water uitstroomt. Het is dat klein ding. Ze zetten dat dan in een groot ding en dan zeggen ze ja. Kijk, daar staat de fontein en ik dacht dat de fontein was. Zat te lekker glijbaan zodat je daar moet ingaan en dat je dan valt naar beneden. Dat is wel mooi. Ik geef toe. Kijk, dat is nummer 3. Hoe kan je eigenlijk, laat even weten als je weet hoe dat je lichtjes kunt doen in een fontein. Of hoe dat je water eigenlijk bijvoorbeeld oranje of paars hier wordt. Laat dat weten als je dat weet. Dan, Trevi fonteinen in Rome. Ja, dan vind ik deze nog mooier weg. Dan, en die ook. Dan in de plaats van die. Dat is eigenlijk gewoon een kasteel dat afgebrokkeld is en dat ondergestroomd is. Die is de Bellagio fontein in Las Vegas.